Hallo my friends, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag... Welke dag is het? Woensdag? Nee, dinsdag. Dinsdag denk ik. En er zijn keiveel pakjes binnengekomen. Waaronder dit hele grote pak van Naked. Maar dat ga ik niet in deze video openen. En hier is nog een groot pak. Ik heb net even mijn kleren uitgedaan. Want ik wou een nieuw setje van Totally Too passen. Want we hebben nieuwe dingen. Zoals dit blouseje. En dit wordt eigenlijk zo op dat setje. Zo'n lounge setje voor thuis. Super cute. En dan nog zo. Oeps. Nog zo'n setje met een rokje en een blouse, ook heel tof. En ook nog een trui. Ik denk dat deze dingen... Ja, ik denk dat die setjes wel online staan nu. Als deze vlog online is... Ai, ai. Ik zit in de knopen. Ik ben mijn trui al kapot aan het maken met mijn kapstok, maar het is ook een krap truitje. Super duper cute, dus ik hou even... Broek alles passen. Zo fijn om zo thuis te zitten. Zo fijn om zo thuis te zitten en te chillen. Zo echt een chill pakje. Ik heb nog een pak aangekregen. Namelijk dit van Zoo Plus. Zoals ik in een van de vorige vlogs had gezegd. Sorry, trouwens, Milky is op de kattenbak. Maar zoals ik in de vorige vlog had gezegd, heb ik zo'n kattenlichtding besteld. Zoals Nathalie van den Berg heeft voor haar katjes. Ik vond dat kei mooi. Ik wou ook graag die grote, maar dat gaat hier gewoon echt niet. Het is echt veel te klein. Dus ik ben heel benieuwd. En ja, en mijn drinkfontein. Alleen niet voor mij, maar voor de katten. Dus ik heb een drinkfontein. Ik weet niet, staat dat hier op? Nee. Zo ziet dat eruit. Dus dan hebben de katten heel de tijd proper water. Daar, ja, daar gaat 2 liter in. Dus ik ben super benieuwd hoe dat werkt. Want Muffin die zaagt echt heel de tijd voor proper water. Dus ik vul... Dan kom ik echt 5 keer per dag of zo. En gelukkig ben ik vaak thuis. Als ik dan niet thuis ben, ja, dan kan ik dat natuurlijk niet heel de tijd doen. Oké, dit is de mand. I like it. Helemaal in de sfeer van het interieur. En ik ben dus ook blij met een krabpaal bij. Maar ik heb nog een krabpaal. Dus, ja... Ik ga mijn andere schilderjes kopen. Of gewoon even opbergen. Hier heb ik de kraal. Yes. En schroefjes. Oké. Krap maar eens. Ik krap maar eens. Hupsa. Goed zo. Vast. Oh, dat ziet er kei mooi uit. Oh, Nescreel. Dat is kei gezellig. Hoe cute! Wat ga je er eens in? Kom eens hier. Kijk eens. Wauw! Oké. Ga je maar vinden? Wat ga je er eens in? Ik hoop dat die erin gaan gaan. Hè. Ik ben heel benieuwd als ze erin gaan gaan. Oké, nu ga ik ook nog even kijken waar ergens ik dat ga zetten. It's a hit! Woehoe! Oké, ik ga hem denk ik daar neerzetten. Bij mijn plant en zo. Dit is misschien nog maar een beetje draaien, dat het wel mooier is. Zo of zo. Ja, oké.
voorlopig hier. En nu eens zien hoe dat de waterfontein werkt. Ik ben echt heel benieuwd naar. Ik weet wel dat ik een stekker moet hebben, dus dat ik die daar ga moeten insteken. Oké. Gaat dat dan echt de hele tijd zo, vraag ik mij af. Oh, Muffin vindt het wel heel fijn al, precies. Stopt dat dan ook eens of niet? That's a good question. She likes it, it seems. Misschien als Milky daar ook van gaat drinken. Milky, kom eens hier, kom. Oh, Muffin gaat zelf al van boven. Oh, ja. Tof. Kom, Milky, kom hier. Kom langs deze kant eens kijken. Kom. Kom eens kijken naar u drinken. Kom. Kom hier. Ja. Kijk, Muffin kan het al keigoed, hè. Och, is al overal nat. Ik hoop maar gewoon dat hij niet te veel gaat smossen. She likes it, hè. Maar is dat niet gevaarlijk met die stekker erbij? Allee, dat is zo raar. Want dat is echt naast de stekker, hè. Ik ga dat misschien wat opschuiven of zo. Ja. Alright, ik heb alles uitgepakt. Ook alles van Naked. Al zei ik het zelf, super mooie dingen. Ik heb alles natuurlijk wel zelf gekozen, hè. Maar echt, oh, super mooi. Ook een paar schoenen. I'm in love. Ik kan niet wachten om ze aan te doen. Maar ik ga Naked Haul filmen sowieso. Want het is te veel om zo een vlog te laten zien. Ik ga morgen ook verder vloggen. Want ik ga vandaag echt gewoon niks meer doen. De hele dag met Celine op kantoor gewerkt. En nu ga ik nog monteren. What's new? Ha, welcome to my life. En zelfs ga ik lasagne eten van papa. Dus dat is wat ik nog ga doen. Maar ik ga morgen verder vloggen. Tot morgen. Goedemorgen. Oh, Mufke. Hier ben ik weer. Muffin denkt dat er nog iemand uit de kamer gaat komen. Maar helaas. Muffin. Of die wil naar daar, dat kan ook. Het is woensdag vandaag. Ja. En we gaan ontbijten samen met Sarah en Louisa bij Sarah thuis. Dus ik ga nu Celine halen. Dan gaan we naar de Oké voor beleg en zo. En dan rijden we door naar Sonhoven. Dit is mijn outfit. Heel simpel. Ik heb een wit crop top aan. Een crop truitje van Naked. Een donkerdere mom jeans van Only. En mijn sneakers zijn ook van Naked, die zijn gisteren aangekomen. Maar goed dat ik deze crop aan nog niet heb weggedaan, want die gebruiken ze ook echt nog. En update over deze crop aan. Ze spelen daaronder met speeltjes en krabben aan de paal, maar ze gaan niet in de mand. Dus ja, ik heb al een paar keer geprobeerd ze erin te zetten en al zo relax sprayer in je spoten en zo. But nope, they don't want it. Een update op de drinkfontein gaat echt goed. Vooral Muffin loves it. Die drinkt er echt heel veel van. Oh, best lekker. We zijn aangekomen. Nee, ik kan niet, dank u. Mooi, kijk hoe mooi. Jullie hebben dat zo mooi gemaakt. So cute. Amai. Aanvallen. Onze brunch is afgelopen en we zijn nu weer met Sasha Rond. Hallo. En we zijn hier voor LPG. Oh, ik ben al geweest en dat deed zo'n deugd. Want ik heb ook echt best spierpijn van terug goed te sporten. Dat is echt een zalig gevoel. Vooraleer dat ik de vlog vandaag ga afsluiten, wil ik jullie nog even een kleine shoplog van bij Chiquelle laten zien. Een paar dingen die ik had besteld. Zoals dit lounge setje.
Super cute. De kleur is ook echt mooi. Ik ga het gewoon een beetje meer openen. Dan zien jullie het beter, denk ik. Het is echt zo'n heel mooi beige stofje. Blouseje is ook echt super cute. Het is gewoon super tof om thuis in rond te lopen. Kijk, cute. Dan heb ik dit blouseje. Ik denk dat dit blouseje wel een van mijn favoriete blouses op het moment is. Dus om hier bovenaan te binden. Ja, nu met die short is dat niet echt mooi. Maar you get the picture. Ik vind dit echt super tof hier. Kijk, mooi gedaan. En de knopjes. En dit kun je dus bovenaan binden. Dus je kunt dat zo laag of zo hoog doen als je het zelf wilt. Dan heb ik ook nog deze hele dunne strap body. Je ziet de lutjes bijna zelfs niet eens. Maar dit is dus een body die sluit tussen de benen. In het grijs. Ook weer heel mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Simpel. Maar echt super tof. Dit is ook echt super tof met zo'n oversized blazer erover. En dit is toch zo sexy, maar toch cool. Dus dat vind ik wel tof. Dan dit witte col blouseje. Ook echt super tof. Voor iets meer naar de winter toe nog, denk ik. Want de col is best wel hoog, maar I like it. En het is natuurlijk wel heel wit. Dus ik weet niet hoe lang dat wit gaat blijven. Maar ik vind alleszins wel weer een heel tof blouseje. Het stofje is ook echt super leuk. Super aangenaam om aan te doen. Oké, dat was alles voor deze vlog. Ik ga hier de vlog afsluiten. Geef zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Vergeet niet om te abonneren. En ik zie jullie snel weer.